Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijken en Buurten. In de eerste serie namen we een kijkje in Apeldoorn-Oost en daarna tot aan de gemeentegrens, onder andere Klarenbeek. In de eerstkomende afleveringen beginnen we in Apeldoorn-Zuidoost, wat exacter gezegd de Maten. De Maten is een woonwijk met 27.000 inwoners en vormt samen met de Zonnehoeve en de Voorwaarts het stadsdeel Apeldoorn-Zuidoost. Tussen 1972 en eind jaren 80 is de wijk gebouwd omdat er in die tijd veel mensen naar Apeldoorn kwamen. Dit kwam onder andere door het succes van de Apeldoornse vestiging van Philips. Half augustus 1972 werd de eerste woning opgeleverd, Kooikes Dreef 65. Vroeger bestond het gebied uit moeras- en weidegrond en was verdeeld in zogenaamde maten, een stuk grond ter grootte van bijna 2 hectare. De grote toegangswegen tot de maten zijn de Matenpoort, de Marchandstraat, de Landroslaan en de Laan van Erika. Deze komen allemaal uit op de Matenring. Die bestaat uit, met de wijzers van de klok mee, de Gildelaan, de Heemradelaan en de Laan van Maten. De Laan van Maten hoort bij de Apeldoornse Ringweg. De Maten is opgedeeld in 7 buurten. We komen hier later nog op terug, maar binnen de Matenring, in het centrale deel van de wijk, ligt de buurt Matengaarde, het Matenpark en winkelcentrum De Eglantier. Het Matenpark is 30 hectare groot en voorzien van speelvelden, een waterparkje, een skatebaan en klim- en klautermogelijkheden. Het vormt het hart van de wijk De Maten. In een park hoort natuurlijk ook kunst. En vlakbij de zogenaamde Ezelsbrug staat bijvoorbeeld The Two Donkeys. Een kunstwerk van Tom Klaassen met vlakbij de echte ezels van de kinderboerderij De Maten. Volgen we de buitenrand van Matengaarde naar het zuiden? Dan komen we bij de Eglantier. Het is het grootste winkelcentrum van Apeldoorn en heeft circa 60 winkels. Het is gebouwd als een middeleeuwse stad. De naam komt uit het Latijn en betekent wilde roos. Het gezondheidscentrum en het Violierenplein behoren ook bij de Eglantier. Aan het Violierenplein vinden we onder andere het wijkontmoetingscentrum De Stolp, waar naast de bibliotheek ook de Apeldoornse Odd Fellows hun thuisbasis gevonden hebben. Naast de stolp nog een kunstwerk. Het heet Momenten voor de toekomst en bestaat uit de woorden later
Eens en ooit. Uitgevoerd in graniet doen de woorden tevens dienst als banken. Het kunstwerk is gemaakt door Sabine Zwikker. Ook de Drie Ranken, een kerkelijk centrum, en Don Bosco de Maten, het vroege Jejosima, kunt u hier vinden. Vanaf de Egelantierlaan richting het noorden komen we als eerste, aan de Heemradelaan, de wijkpost van brandweer en politie tegen. Verder vinden we hier de eerste middelbare school, de Heemgaard, en sporthal Matenpark. Goed 2 kilometer verderop, langs de Matenring, we staan dan alweer op de Laan van Maten, staat het Edison College met vlak daarbij de Alternohal en Villa Bailar. De genoemde scholen geven beiden onderwijs op VMBO, HAVO en VWO-niveau.